Hallo, hallo. Welkom bij Meester Crypto 12 april 2019. En ja, wat vinden jullie van mijn laatste speeltje? Ik heb een nieuwe boot gekocht, zoals jullie zien. Het is er, ik heb er nog eentje meer besteld trouwens, mocht ik aan de andere kant van de wereld verkeren. Ik heb het wat bescheiden gehouden, ik wil hem niet te groot hebben. Jullie kennen mij natuurlijk. En ja, jullie weten allemaal, I'm here for the technology, maar de vorige aflevering heb ik er ook getuige van gegeven, natuurlijk, dat ook dat andere aspect, hè, dat ik daar heel erg enthousiast over ben. Hè, de functie van Bitcoin, gewoon voor alle mensen op deze planeet. Maar ja, natuurlijk wil ik er zelf ook mijn slaatjes uit slaan. Hè. Dus dit is een van mijn twee nieuwe speeltjes. Leuk toch, hè? Laten we eens even naar de kaart gaan kijken. Daar, die bal gehakt, die zegt dat mijn nieuwe speeltje op een schoen lijkt. Dat kan ik dan weer niet zo goed hebben, hè? Bitcoin, nou ja, ik heb inmiddels al anderhalve week heb ik deze kaart niet meer met jullie samen bekeken of de nieuwsbericht of zo, maar ik was me echt aan het focussen op die vorige aflevering, omdat ik eigenlijk op zoek was naar iets te hebben staan in mijn kanaal wat je kunt gebruiken als je te maken krijgt met iemand die het potentieel van Bitcoin en crypto niet zo goed doorziet. Hè? Dan hoop ik dat de vorige aflevering daar ja, aan bij kan dragen en wat mensen aan boord kan trekken. Want dat is natuurlijk onze aller taak, dus ook jouw taak, hè, om ja, mensen in deze baanbrekende technologie te introduceren. En die baanbrekende technologie die is hier keihard afgewezen op, hè, zeg maar hier, destijds toen we door 6K naar beneden vielen, hebben we hier eventjes verbleven kort. Nou, dat is hier natuurlijk ook die weerstand nog. En ook logisch dat we na een $1000 candle niet eventjes ook door één of twee van die forse weerstanden heen breken. En dat we eerst wat gaan afkoelen. Nou, je ziet ook aan die groene lijnen die ik hier heb staan, dat ik voorlopig die afkoeling nog wat lager had gedacht. En je hoort me al met had gedacht. Hier op de 200 daily moving average of op de 21 exponential moving average van de weekly. Daar heb ik hier die groene balkjes gezet en die corresponderen ook heel mooi met de Fibonacci retracement lijnen van de gulden snede, die 61,8%, dan wel de 78,6% retracement. Maar gaan we daar zo ver komen? Want we hebben hier een hartstikke mooie hammer candle en zoals die er nu uitziet, zou dit wel eens de hele correctie naar beneden kunnen zijn? En dat zou behoorlijk bullish zijn. Het is natuurlijk iets om in de gaten te houden. Maar ik ben er hier uitgestapt, maar ik ben er inmiddels ook weer ingestapt. En dat geldt ook, ik wil eigenlijk iets laten zien. Dat geldt ook voor een heleboel altcoins. Kijk, hier ook zo'n hammer candle. Moet gezegd worden, hè, dit is de daily, dus die is nog niet voorbij. En dan heb je van de inzwaluw en de zomer en dat verhaaltje. Hè, maar kijk, ETH bijvoorbeeld hartstikke mooi hier op deze support gebounced. Als ook op de 21 exponential moving average. Dat is er eentje als de markten een opwaarts momentum is. Hè, dan is het dit eentje om goed in de gaten te houden. Het mag ook de 21 MA zijn. Hè. Nou, deze geeft een wat meer recentere data de voorrang. Hè. Dus ik verwacht, of ik hoop, ik denk, ja, wat denk ik allemaal, dat iets vanaf hier weer omhoog zou kunnen gaan, dat Bitcoin omhoog zou kunnen gaan en dat ook tal van alts die op support zijn gekomen, WTC bijvoorbeeld hier, chain, die ook op die ene, of ook die op die guldensnede is gebounced, wat gelijktijdig ook heel veel support was en de weg naar boven weer heeft gevonden. Dat zijn wel munten waar ik in ben geraakt. En overal zie je die mooie hammer candles terug. Dus het is net poëzie, zou ik zeggen. En ja, als je nog twijfelt om wel of niet in te stappen, kijk, wat je kunt doen is instappen. En dan zet je je stop los hier juist onder deze support. Hè? Juist onder die wick van die hammer. En juist onder is in mijn geval altijd een procent of 3. Al hou ik ook rekening mee, hè, met waar bevindt hier zich de weerstand, of liever gezegd, waar bevindt hier zich de support. Ik zie dat ik niet helemaal maximaal in mijn scherm stond, maar het zal me een worst wezen, toch? We gaan even naar het overige. Kijk, dit is al wat ouder, 9 april. Ja, en dat heeft alles met mijn focus te maken van de afgelopen week. Maar ik wil hem toch even voorbij laten komen. Hè?
Het is een gerucht dan vooralsnog, hè, maar Facebook die 1 miljard wil ophalen als onderpand voor een eigen stablecoin. Een munt die op Facebook zelf te draaien is, waarmee je binnen Facebook elkaar kunt belonen of kunt betalen of betalingen kunt vragen, etc. En daarmee mengt Facebook zich dus in de crypto-wereld. En enerzijds is het natuurlijk een hele mooie manier voor een heel groot publiek om bekend te raken met cryptocurrency. Tegelijkertijd is het ook, en dan verwijs ik weer naar de vorige aflevering, Bank the Unbanked. Het is een eerste middel voor al die derde wereld landen, mensen, om een soort van bank te hebben, hè, om geld makkelijk te kunnen overmaken van A naar B, betalingen te kunnen doen. Tegelijkertijd is het in mijn ogen een gedrocht wat in de verse verte niet opweegt tegen de voordelen van Bitcoin en andere gedecentraliseerde cryptocurrencies. Want ja, laten we niet de illusie hier hebben dat dit instituut, hè, wat Facebook heet, dat dat decentraal is. En die 1 miljard hier opgehaald wordt aan durfkapitaal, dat geeft een zweem eraan, een schijn van decentralisatie. Hè. Er zijn andere investerende partijen. Maar het is natuurlijk ja, van de zot, hè. Facebook zou natuurlijk makkelijk zelf die 1 miljard kunnen ophoesten om als onderpand voor zijn stablecoin te kunnen fungeren. En waarom doen ze dat niet? Juist om, hè, tenminste zo zie ik het, juist om het wat meer decentraal te laten lijken. Maar zij hebben straks, als dit een heel groot succes gaat worden, dan ja, komen ze een beetje op de stoel te zitten natuurlijk van... Op dit moment nazistaat, of liever gezegd centrale banken, ze kunnen die munt naar believen ook beïnvloeden. En uiteraard ook beïnvloeden ten goede van Facebook zelf ook. En je wordt een beetje een marionettenpop met je financiële huishouding van Facebook. Dus ik ben wat dat betreft hier ontzettend tegen. Het is niet tegen te houden. En dan gaan meer instituties ook iets dergelijke zaken natuurlijk gaan proberen. Het is ook interessant wat het huidige financiële bestel, hè, de SEC, et cetera, financiële autoriteiten, hoe die hier mee omgaan en hierover gaan denken. Want ja, in tegenstelling tot natuurlijk iets als Bitcoin, wat decentraal is, kun je Facebook wel verordenen om met die flauwekul te stoppen. Ja, misschien komt het niet zo ver. Met geld is alles te koop, dat weten we. We houden het in de gaten wat mij betreft. Dan VeChain, ook al wat ouder, 2 april, oude koeien uit de sloot halen. Maar toch even kort, hè. Zijn er trouwens wat meer gekomen de afgelopen week. Partnerships, weer nieuwe partnerships van VeChain. En hier gaat het over Hire, IOC, Internet of Clothing, hè, kleren, naar de VeChain blockchain toe. En ja, hier wordt gesproken een platform met potentieel miljarden zakelijke transacties per jaar. En iedere transactie is natuurlijk een extra positieve wind in de zeilen voor de VeChain prijs. Die het momenteel niet heel geweldig doet, maar je moet echt langere termijn denken. Crypto's hebben gewoon veel meer tijd nodig dan menig belegger ze wil geven. Ja, ik denk in ieder geval potentieel heel goed nieuws. Als ook dit wel met een korreltje zout te nemen. De Chinese Cyberspace Management. Een Chinees bureau die 197 blockchain gerelateerde providers hebben beoordeeld. En er 2 hebben uitgekozen waarvan er maar een eentje te investeren is op dit moment. Want Parcel X is niet, nog niet in de lucht. VeChain werd er wel bij genoemd. Als, nou, die staat zeg maar met een groene cirkel op deze lijst. En ja, wat moet je daar nou van vinden? Er zijn in China zijn er wel honderden bureautjes die allemaal iets vinden en lijsten hebben. En het is natuurlijk heel moeilijk voor mij hier vanuit mijn Nederlandse bureaustoel om goed te kunnen duiden hoe ingrijpend dit is. Hè, wat het nou echt voorstelt. En jullie weten ook wel, China ondanks de mining-industrie niet in de ban gedaan, maar er ligt een voorstel of een vraag toe. En wat dat betreft is het natuurlijk ook even in de gaten houden hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. En zouden de miners uit China gaan verdwijnen, dan komen er elders weer nieuwe kansen toe. En of ze de miningindustrie helemaal kunnen uitbannen, dat waag ik überhaupt nog te betwijfelen. Dan Safe Haven. Daar heb ik in het verleden al eens een keertje aangestipt. Hè? Een platform waarbij jij
toekomstbestendig, generatiebestendig, je crypto veilig kunt houden. En je private keys bijvoorbeeld kunt bewaren, je crypto zijdelings kunt bewaren. Ze hebben ook een custodial service. Kijk maar, tenminste, die gaan ze nu ontwikkelen. Dit is alles wat er in het tweede kwartaal nog op de rit staat, wat Safe Haven betreft. Als ook per 1 mei, dan heb je een meetmoment voor de masternodes. Ik meen dat je 1 miljoen SHA moet hebben dan. En dat is een stimulans om voor dat meetmoment die 1 miljoen te hebben en in aanmerking te komen dus voor een masternode. En voor heel veel SHA-ouders, niet ouders, houders, om bij te kopen tot dat 1 miljoen. En ik zeg het allemaal in relatie tot deze kaart. Ik gebruik namelijk zelf SHA Safe Haven als een middel om meer vet te vergaren. Want SHA is verhandelbaar op OceanX. En je kunt daar je vet naartoe brengen en de SHA verkopen en vice versa. Overigens ook tegen Bitcoin verhandelbaar hoor. Maar je ziet, we zijn juist doorgebroken door deze weerstand. Nu mogelijk support geworden. Ook hier gaat het om de daily candle. Maar we hebben hier ook, ik weet niet of je het heel goed kunt zien, maar we hebben hier ook een bullish cross op de MACD van de daily. En nou, dat is toch altijd wat meer zeggend dan van een 4 uur of iets dergelijks. Hè? Kortom, ik verwacht dat de komende 2 weken in aanloop naar dat meetmoment de prijs van SHA nog wel eens mooi door zou kunnen gaan stijgen. En dan denk ik in ieder geval aan dit veel te dunne lijntje. Dit zou eigenlijk een andere kleur moeten zijn. Nou, hier zie je wat prijshistorie. Nou, dat zou eigenlijk wat mij betreft minimaal het geval moeten kunnen zijn. En wie weet rollen er nog mooie verrassingen meer naar boven toe uit. Het is maar een tipje en het is geen financieel advies. Nee, dat is het zeker niet. Ik maak allemaal maar grapjes hier. Ja, waarom laat ik dit zien? Omdat ik het toch heeft geen bal met crypto te maken. Ja, having a bad day. Hè? Stel je voor dat je hier in een 50-lane highway die opgaat daar in 4 wegen. En je moet daarin staan. Mijn hemeltje toch, hè? China, China, China toch. Nou, dit is toch even een serieuze noot. En je hebt het overal al her en der natuurlijk gehoord. Maar dit is natuurlijk wel iemand die voor het vrije woord staat. En die al 9 jaar in erbarmelijke... 7 jaar? 7 jaar denk ik hoor. Dit gaat over die Nobelprijs. Was ik even in de war. Ik ben 7 jaar in erbarmelijke omstandigheden in de Ecuadoriaanse ambassade heeft gebivakkeerd. En daar gisteren plotsklaps uit is gezet. Maar ja, 7 jaar op dezelfde plek... is al een hel, denk ik. En nu, ja, hij door het Verenigd Koninkrijk is opgepakt. Ik zie het als een aanslag op het vrije woord. En met name ook de manier waarop het gegaan is. Kijk eens, wat een toeval. Hey, diezelfde dag, het IMF, Internationaal Monetair Fonds, staat een 4,2 miljard lening toe aan Ecuador. Hey, 1 en 1 is 2. En ik weet... dat er ook nog een plek is waar je hem kunt ondersteunen, waar je bitcoins naartoe kunt sturen om een mogelijke rechtszaak of wat hij ook nodig zou kunnen hebben aan justitiële ondersteuning te kunnen draaiende houden. Ik weet niet hoeveel geld deze arme, ja toch een arme man, ook al heeft hij miljoenen, hè, hoeveel geld deze arme man heeft. Ik vind in ieder geval, je kunt er je mening over hebben. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij destabiliseert de regering, brengt mensen in gevaar. Met wat hij destijds allemaal naar buiten heeft gebracht. Van de andere kant heeft ook echt heel veel smerige nazi-spelletjes. Nazi met een T en een IE. En institutionele achterklap. Hoe moet je het allemaal noemen? Achterdeurpolitiek aan de oppervlakte gebracht. En alleen al daarvoor verdient hij van mij een medaille. En ik denk, ja, als cryptogemeenschap staan wij toch eigenlijk een beetje hetzelfde voor, hè? Maar misschien denk ik er anders over. En dat mag. Ieder zijn eigen mening. Hè? We gaan verder. Dit is de gedistribueerde voorraad. Hè? Dus het loskomen van de totaalvoorraad van al deze verschillende munten. En er staan er in deze context nog een aantal meer. Maar... voor wie ervan houdt. Hè? En ook om wat meer inzicht te krijgen in hoe verhoudt zich nou over de jaren. Ik weet niet of je het goed kunt zien, want hieronder is wat schaduw. Maar hier zitten we 2026, 28, 30,
Twee, nou, zo, trouwens, als ik hier ga staan, kun je het beter zien. En dan zie je ook het blauwe hier, dit is Bitcoin, dat we in 2023 al, of eigenlijk 2022 al, boven de 90% van die totaalvoorraad van 21 miljoen munten gaan komen. En onder mijn vorige video was er het een en ander aan discussie omtrent de mogelijkheid dat er geluiden zouden zijn om die 21 miljoen munten op te rekken, uit te breiden, die totale voorraad. En sommigen stellen het is onmogelijk, dat kan nooit gebeuren. Anderen zeggen nou, het staat te gebeuren bijna. En daartussenin beweegt zich het een en ander naar meningen. Kijk, wat het geval is Bitcoin die gaat langzaam naar die 100% toe. Die miners die moeten beloond worden om het netwerk te kunnen valideren. En dat wordt nu nog uit die mining, die block rewards, wordt daar het grootste deel van gehaald. Nou is het de bedoeling dat met de jaren de transactieopbrengsten dermate groot worden dat die block rewards minder nodig zijn. En dat Bitcoin ook veel meer geld natuurlijk ook is waard geworden, waardoor die transactiekosten ook meer opleveren. Dat is het model, hè? Dat is de gedachte erachter. Alleen als daar die block rewards bijna nihil zijn geworden, hè, 2034, nou dan zie je dat er al zoveel is vrijgekomen. Wie weet is er op een gegeven moment onvoldoende stimulans voor die miners om nog Bitcoin te blijven ondersteunen. En dan komt natuurlijk het hele netwerk in gevaar. Nou, en om dat te tackelen, zou het mogelijk zijn in een, in mijn ogen toch verre toekomst, hè, minstens 20 jaar hier vandaan, dat die eindige voorraad van Bitcoin, dat daar middels een Bitcoin Improvement Proposal door het Core Development Team van Bitcoin een voorstel dus wordt gedaan om die voorraad iets op te krikken. Of om misschien een 2% inflatie per jaar, wat feitelijk heel gezond is, 2% inflatie per jaar, om dat te gebruiken ten behoeve van die miner rewards. Nou, zover is het nog lange niet, hè, daar hoef je niet zorgen over te maken. En al te destructieve voorstellen, die zullen gewoon afgeschoten worden. Want het zijn uiteindelijk de miners die moeten beslissen of een voorstel erdoor gaat komen of niet. Hè, middels de hashing power die zij geven aan een bepaald voorstel. Ja, ik hoop het een beetje opgeklaard te hebben zo. Ja, als je daar een vraag over hebt, dan stel ze het eronder. Ik weet niet of ik alles kan beantwoorden. Ik weet ook niet alles, hè, maar dit weet ik er in ieder geval wel van. En ja, je ziet allerlei verschillende modellen wat dat betreft, hè. Met name hier ETH blijft heel erg laag ten opzichte van wat er totaal nog beschikbaar is gekomen. Een hele lage lijn, 20% pas op 2034. Maar ik meen dat je op andere, dan zie je het in een groter verband. En dan zie je ETH hier langzaamaan ook omhoog trekken. Maar dat is allemaal toekomstmuziek, mensen, hè. En voor nu hebben we die muren voor ons. Dit is volgens mij van Game of Thrones, maar die hele grote muur van 6000. En ja, er zijn verschillende partijen. Hè? Sommigen zien hem ook echt als die muur. En dat we daar het komende half jaar, wellicht jaar, nog niet overheen zullen geraken. En anderen zeggen juist, we gaan er wel overheen. Het is ook zo, als iedereen overtuigd is van het één, we gaan er niet overheen geraken, dan zul je zien dat de weg geplaveid wordt voor het andere. We breken er doorheen. Maar ik denk als we er doorheen breken de komende tijd, dat dat maar kortstondig zal zijn. Hè, en waar ik eigenlijk begon met deze video, dat we ook nog de lage 4K's en wie weet wel de hoge 3K's nog een keertje gaan bezoeken. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Voor nu zou ik echt zeggen, maak gebruik van het positieve momentum waar we nu in zitten of weer in lijken te geraken. We hebben natuurlijk een retracement gehad, maar ik heb daarvan verteld, denk ik, wat ik wilde vertellen in het begin. Ik laat het hier eventjes bij. Heb je vragen? Stel ze gerust. En kom anders bij onze Discord. Onder iedere video staat een link. En we zijn een leuke club. Ja, we zijn een leuke club, denk ik, die elkaar op een positieve manier helpen. Geen geschil en geen negatieve geluiden erin. Ik voel me er altijd hartstikke happy, alsof ik onder vrienden ben. En dat ben ik ook een beetje eigenlijk, hè. Ook al heb ik de meeste, hè, nog nooit gezien. Nou, dat was hem. Let goed op je portfolio en tot de volgende keer. Doei!